het koffiehoekje. Zou onwijs leuk kunnen zijn. Ik ben Eva, 31 jaar oud. Mijn vriend en ik hebben 6 maanden geleden een huis gekocht in Venlo. Laat je leven zien, dit is ons nieuwe huisje. Lang naar gezocht, maar ontzettend blij mee. En dit is een kijkje in onze wc die ik net behangen heb, waar ik helemaal trots op ben. Hier is manlief zoals dagelijks weer aan het klussen. We moeten de volgende week in ons huis, dus ook de laatste week is een enorme klus. Ik hoop dat Roos mij zo kan helpen als in haar eigen huis. Als ik naar haar eigen huis kijk, dan denk ik, oh, dit is leuk, heel veel kleur erin. Maar het is toch een mooi geheel, dus het is vooral de hulp om het één groot mooi geheel te maken. Eva, hoi, wat gezellig en oh, wat heb jij een mooi moodboard. Echt 3D. En je hebt Mitchell thuis gelaten, die moest klussen? Die moest door. En je hebt ook nog verf. Verf in je haar zitten zelfs. Oh ja, dat zou kunnen. Ik heb gisteravond nog tot 's avonds laat staan verven. Het moet af, we moeten er volgende week in. In mijn moodboard alles van heel mijn huis, maar ik wil me nu vooral richten op de eetkamer. Ik ben helemaal jouw stijl, alleen maar kleur over de top. Keuken heb ik al uitgekozen, dus ik heb gekozen voor... Ah, kijk eens, dit zijn inderdaad de kleuren naar mijn hart. En dan komt een donkergroen blad bovenop. Ja. Het liefst wil ik dit in combinatie met het behangetje wat ik ook in de wc heb zitten. Het mij wel bekende behang. Ja, ja. En deze wil ik er eigenlijk achter hebben. Dus vandaar ook de kleuren, die zijn wel gematcht met het behangetje. Dit hoort ook nog bij mijn keuken. Eigenlijk worden de zijwanden van de keuken worden tegeltjes. Dus ik zit vooral met kleuren. Hoe ga ik dat combineren? Wat ik heel erg leuk vind, is dat je kleuren wel laat terugkomen. Maar ik snap ook de moeilijkheid, hoe nu verder? Want als je dit helemaal gaat doorvoeren of juist weer nog in andere kleuren wil gaan doen, dan wordt het misschien te Pippi Langkous. Dus als dit je basiskleuren zijn, dan is het misschien best wel leuk als je de kleuren die hierin zitten, maar dan in een hele lichte variant doorvoert. Ja. Dus bijvoorbeeld dit hele lichte groen of hele lichte variant van het zalm. Ja, dan moet ik er wel bij zeggen, ook mijn deurposten, die heb ik allemaal in deze kleur. De punten ook. Ja, kijk, de aubergine is wel een kleur, maar het is wel een hele mooie donkere kleur. Ja. Dat geeft het contrast en de body aan je huis. Dus ik denk dat dit dan een hele mooie basiskleur kan zijn voor al je muren. Ja. Want je gaat natuurlijk al zoveel gekke dingen creëren in je keuken. Qua kleur, patronen, behangen. Mag ook gewoon ergens een beetje rust geven. Ja, vind ik ook hoor. Ja. Ja, en dan doe je weer gekke kussens op je bank. Of een heel leuk bont kleed op de vloer. Dank je. Nou, heel leuk. Ik ben echt mega benieuwd hoe dit gaat worden. We hebben ontzettend veel zin om te beginnen met de inrichting. Ja, daar hebben we eigenlijk de afgelopen 5 maanden naartoe geleefd. En nu is het eindelijk zover dat we de finishing touch kunnen geven aan het huis. Ja, het is weer zover. Vandaag zijn we aan het werk. Aan deze kant is het kids entertainment. Ja, en Mitchell is te werken vooruit. En eindelijk gaan de tegeltjes erop. Eindelijk is onze tafel binnen. Mama is heel vakkundig de schroefjes erin aan het draaien. Nou, en nu gaan we weer lekker verder met binnen. We gaan de koffiecorner verven. En dan kunnen we hopelijk heel snel goede koffie drinken. Hallo. Goedemorgen. Eva. Hi. En Mitchell. Kom binnen. Je hebt je kluspak uit mogen trekken vandaag. Ja, zeker. Vandaag hoi. Oh, kijk, zo'n hele vrolijke mat. Kom binnen. Oh ja, wat leuk is dit om te zien. Je had natuurlijk echt een fantastisch moodboard mee. Met al je tegeltjes, kleurtjes, staaltjes. En dit is gewoon hoe het geworden is. Ja. Om nog een klein beetje meer bling bling eraan toe te voegen. Nou, een kaarsje voor de donkere dagen. Nou, dankjewel. Wat een onwijs toffe keuken ook. En ik zie dus dat jullie mijn advies hebben opgevolgd. Ja. De basis, een rustige, warme, hele zachte roze kleur, is in het hele huis doorgevoerd. Ja. Maar je ziet dus dat de kleur, de basiskleur, brengt de eenheid. En juist zoiets kan dus een hele mooie uitgesproken gaaf effect hebben. Ja, dat vind ik dus ook. Als ik het kleurenpalet aan mensen laat zien, dan zeggen ze, oh, heftig. Terwijl als ik hier binnenkom, vind ik het echt helemaal niet heftig. Voor mij mag er wel meer gebeuren. Mag nog meer. Ja. En ik trek hier wel ergens een grens. Volgens mij wil Eva hier nog graag een mooi druk behangetje hebben. En daar heb ik zoiets van, nee.
Nee, die haal je voor in het toilet. Die zit in het toilet. Ja. Daar zit hij goed. Wat ik nou nog heel graag wil is mooie kussens, wat jij geadviseerd had in ons zitraam. Maar we zijn dus nog op zoek naar mooie kussens. Nou heb ik wat kussens meegenomen. Dan kan je vast even een beetje bekijken of het niet too much wordt. Maar ik zeg, in dit geval is less is more. En helemaal in het kleurenthema gaan we dan natuurlijk door waar je... Nou, door met die koffie. Ja, dit wil ik. Als jij dat wil, dan gaat het proberen. Dank je. Heb ik ze niet voor niks meegesleept. En we hebben het destijds gehad over de eettafel. Ik vind het een goede keuze dat jullie toch voor een ronde tafel hebben gekozen. Maar de ruimte, nu ik hem zie, is ook misschien niet groot genoeg voor die organische ovale tafel. Dus ik vind hem helemaal goed gelukt zo. Ja, en ik heb nog wel iets. Ik heb nog één doos tegeltjes over. En die willen we nog ergens hier terug laten komen. Ik vind tegeltjes altijd bij uitstek geschikt voor niches. Bijvoorbeeld het koffiehoekje zou onwijs leuk kunnen zijn. Dan creëer je dus ook weer die diepte. En nog een tip, want jullie moeten nog een laagje volgens mij over de muur doen, toch? Extra. Ja. Mijn gouden tip is altijd in hallen, met kinderen, in keukens, muren waar je langs loopt, doe het met een waterafstotende laag. Dat glimt ietsje meer, maar als je het door het hele huis doorvoert, dan zie je het ook niet meer. Ja, goeie, want inderdaad, onze muren hebben veel te lijden. Dus Mitchell, je dacht dat je klaar was, maar trek je klus overal maar weer aan. Dat wordt weer sauzen, tegelen, aan de bak. Ja. Dus ik ga en jullie weten me te vinden als jullie nog tips nodig hebben. Super, maar het dankjewel. Is fantastisch. Dankjewel. Ik vind het helemaal leuk. Zo leuk om te zien dat zo'n huis dus echt een keer helemaal anders is. Dat ze dus mijn adviezen hebben opgevolgd. En dat je ziet hoe gaaf die kleuren zo tot z'n recht komen. En dat het gewoon allemaal klopt. Onwijs leuk.